Hoi allemaal! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb er vandaag super veel zin in. Het is heerlijk weer, dus laten we gauw beginnen. Let's go! Ja, mijn eerste vondst. Een hondenbelastingplaatje uit Amsterdam vanuit 1893 volgens mij. Superleuk. En mijn volgende vondst is denk ik een speelgoedpostje. Nou, goed begin zo van de dag. Ja, ik heb nu iets grappigs gevonden. Het is een hondenkop, maar waar het voor diende weet ik niet eigenlijk. Komt-ie. Kijk. Er zit hier dus een gaatje en hier is het hol. Dus ja, ik weet niet. Ik heb geen idee waarvoor het diende. Maar wel een superleuke vondst. Ja, dit kwam echt van best wel diep daar onder in het holletje. Maar ik weet ook niet precies wat het is. Ja, ik denk een versiering van iets in een bloemetjesmotief. Bloemetjes, gordijn. Nee, grapje. Nou, geen idee. En mijn volgende vondst is een zegelloodje uit Naarden. En aan de andere kant, staat ook nog wat op. Alleen dat kan ik niet zo goed zien. Maar superleuk. Ja, ik heb iets grappigs gevonden. Ik denk, misschien is het iets van een wandelstok. Maar er staat Frankfurt op. Ja, dat is echt grappig dit. Leuke vondst weer. Ja, jullie zien het daar al liggen. Het is het binnenwerk van een mondharmonica. En ik heb dus nog nooit zo'n groot stuk... het is wel in twee delen, maar nog nooit zo'n groot stuk gevonden. Meestal vind je alleen maar wat kleinere deeltjes, maar... Ja, leuke vondst. Ja, volgens mij heb ik zilver. In ieder geval een deel zilver. Volgens mij is het een deel koper en een deel zilver. Het is een wapen van... Ja, ik weet nog niet waar vandaan... Ik weet ook nog niet wat het eigenlijk is. Misschien zat het ergens op, maar volgens mij is dit gedeelte is volgens mij wel zilver. Super vet. Nou, als iemand weet waar dit wapen van is, hoor ik het natuurlijk graag. Yes, zilver in de pocket. Ja, ik heb weer iets van een ornamentje, versieringje. Ik heb eigenlijk nooit een idee waar dat van is, maar altijd weer geinig om te vinden. Ja, ik heb een hele mooie knoop gevonden. Ik weet niet echt goed wat erop staat, maar de patina is heel mooi. Het is echt een hele mooie groene aanslag. En hier zie je het oogje nog, dus daar is aan te herkennen dat het een knoop is. Maar ja, ik ben wel blij met deze vondst. En mijn volgende vondst, volgens mij is het iets van tandpasta. Er staat de hele tekst op, goed te lezen nog. En er staat iets op van schadelijk kiemen en houdt de andere hagelwit zonder schending van glazuur. Nou, dat is volgens mij iets van tandpasta. Vroeger zat het in een blikje namelijk. Deze kant is iets minder mooi, maar ja, geinig. Heb ik al vaker gevonden trouwens. Altijd leuk om te vinden.
een treinwieltje. Ja, ik heb dit gevonden. Ik twijfel eigenlijk of het zilver is. Het gaat wel echt super glimmen. Alleen hier zit ook wel wat roest en zo aan. Dus ik weet het niet. Ik ga hem thuis proberen schoon te maken alsof het zilver is. En dan zien jullie de foto in beeld aan het einde van de video. Ik hoop natuurlijk dat het zilver is. Zou wel super vet zijn. Nou, in een van mijn vorige video's had ik ook zoiets. Toen was het iets van een gieter. En nu is het weer van een afvoerputje, denk ik. En je ziet daar mooi de afdruk. En daar ligt de vondst. Niet heel bijzonder, maar ik vond juist de afdruk wel even geinig om te laten zien. Ja, het is wel leuk wat ik nu heb gevonden. Vorige keer was er iemand mee en die spaart zakmessen. En ik heb er nu eentje gevonden, dus die ga ik aan hem geven. Dus komt-ie. Het is geen bijzondere, maar wel een zakmes. Leuk voor de verzameling. Ja, ik heb dit al een keer eerder gevonden. Toen dacht ik dat het iets was van een spiegeltje. Dat je zo hier zo het spiegeltje in kan zetten. En dan kan je dat zo neerzetten. En dan kan je lekker naar jezelf kijken. Maar misschien is het wel totaal iets heel anders. Maar wel weer een leuke vondst. Nou, ook deze zoektocht heb ik heel veel stukjes bestek gevonden. Maar dit is toch tot nu toe de mooiste. Deze is wel echt leuk versierd. Volgens mij is het tin. Maar superleuk. Zo wil ik ze wel vinden. Zo, dit was het weer. Hopelijk vonden jullie het weer een leuke video. Ik heb in ieder geval enorm genoten. Het was heerlijk weer. Ik heb best wel wat leuke vondsten gedaan. En zie ik jullie weer bij een nieuwe video. En vergeet niet te abonneren.